2024 is het jaar waarop de slag op de Mookerheide precies 450 jaar geleden is. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de slag op de Mookerheide plaatsvond. In april dit jaar zal er een feestelijke herdenking plaatsvinden voor deze veldslag. Een groot spektakel staat er op de planning voor deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de gemeente Mook en Middelaar. Precies 450 jaar geleden heeft hier een geweldige veldslag plaatsgevonden tussen een Spaans leger, Spanje was hier toen de baas, en een huurlingenleger van Willem van Oranje. Dat was de opstandelingenleger tijdens de 80-jarige oorlog. Dit is een klein natuurgebied van ongeveer 3 bij 2 kilometer, een prachtige mokerij hier. Maar dat paste natuurlijk niet hier. Hier heeft niet de slag op de Mookerheide plaatsgevonden. Maar in 1574 was dat heidegebied veel groter. En dat liep vanaf, nog een stuk naar het zuiden tot aan de oude muren van Nijmegen. En op die Mookerheide van toen, iets ten noorden van Mook, is de slag op de Mookerheide begonnen. Uiteindelijk is op 14 april 1574 is de veldslag uitgevoerd. In het begin leek het er nog op dat de huurlingen zouden winnen. Maar uiteindelijk vluchtte het huurlingenleger toch helemaal naar het zuiden. En toen ze hier, daar beneden in het dal, daar kan je nog zien, naar het zuiden vluchten. Toen zijn er een heleboel in de moerassen van de Riethorst ingelopen. En ze zijn daar door de moerassen zijn ze verzwolgen. Het was een grote veldslag met 7.500 huurlingen, aangevoerd door Lodewijk en Hendrik van Nassau, de broers van Willem van Oranje. Zij vochten tegen 5.500 Spaanse soldaten. In dit kroonjaar wordt deze veldslag herdacht. Het is voor de eerste keer dat we hier echt de broers Lodewijk en Hendrik van Nassau de eer geven die ze eigenlijk verdienen. Want zij zijn het geweest die in het begin van die 80-jarige oorlog geprobeerd hebben de Spanjaarden te verjagen. Wat uiteindelijk na 74 lange oorlogsjaren hier uiteindelijk gelukt is. Dus ze hebben wel wat eer verdiend hier op de Mookerhei. In het weekend van 13 en 14 april staan er veel festiviteiten op de planning. Met onder andere de onthulling van een monument, een groot dorpsfeest en de opening van een nieuwe fietsroute. Waarbij er een tocht gemaakt wordt in het spoor van de Spanjaarden. Het thema van de gehele herdenking is ontmoeten en begroeten. Dat wil zeggen dat we geen veldslag na gaan spelen, maar op een andere manier die twee legers van die tijd naspelen en elkaar vreedzaam gaan ontmoeten. Over 4 weken is het weer zover. Dan barst het carnavalsweekend weer los. Ook in onze regio zullen weer de nodige optochten plaatsvinden met de meest schitterende praalwagens. Aan die praalwagens wordt momenteel nog volop gebouwd. Uiteraard ook in Groesbeek. Ja, we staan hier bij 7 binnen Dug in onze carnavalsnessenhut, waar wij al een aantal jaartjes een praalwagen bouwen. En waar we natuurlijk door de laatste weken in gaan om de wagen af te krijgen. Maar we hopen dit jaar weer iets moois, een mooie creatie te maken waar we het publiek weer mee gaan vermaken in het dorp. Een praalwagen is niet zomaar eventjes in elkaar gezet. Er komt veel techniek bij kijken om de wagen zo levendig mogelijk te maken. Ja, het is tegenwoordig niet meer alleen wat hout tot de wagen en wat andere zaken. Tegenwoordig hebben we ook gewoon hydrauliek. Dat kun je ook zien, het systeem van de poppen zelf, hydraulisch en al op lucht tegenwoordig. Dat er in de kop het een en ander gaat bewegen. Ja, er gaan dingen omhoog. Er gaat eigenlijk van alles weer gebeuren bij ons dit jaar. Het is natuurlijk ook een gezellige activiteit met de vereniging. Iedereen heeft daarin zo zijn taak. De een gaat plakken, de ander is met hout bezig en de ander is met de constructies bezig. De ene gaat met plusje en dan zit er daar met een rieten hoek. Dus ja, eigenlijk voor iedereen is er wat te doen en dat is ook de saamhorigheid die we dan met z'n allen hebben hier in deze schuur. Ja, ter ontspanning is natuurlijk na de hand een potje bier in onze kantine. Naast de tijd en het geld dat geïnvesteerd wordt, is het samen bouwen vooral ook een hele gezellige tijd waarin je met z'n allen werkt naar een mooie eindprestatie. Misschien wel de eerste prijs dit jaar. Nou ja, een prijs is altijd meegenomen. We doen natuurlijk ook voor alles eromheen. Dus hier wat we met z'n allen samen zijn, de vriendschap. En voor de optocht zelf natuurlijk in het Keulen van Gelderland dat we het publiek vermaken. Ja, en als dat na de hand beloond wordt met een prijs, is dat natuurlijk prachtig. En die krijgt weer een mooi plekje in onze kantine. Ook in andere nishutten wordt er door de concurrentie volop gebouwd. Het gaat immers om het plezier van carnaval.
Burgemeester Wim Gradersen van Mook en Middelaar, die per 1 juni met pensioen zal gaan, gaat aan het werk bij het Fruitcorso in Tiel. Hij wordt de nieuwe voorzitter van Stichting Vier Stromenland, die het Corso jaarlijks organiseert. Gradersen is geen onbekende in Tiel. Hij was bijna 16 jaar wethouder en loco-burgemeester in die gemeente. Dan kijken we even naar de berichten op de sociale media. Studentenblad Fox laat weten dat de schoonmakers van het Huygensgebouw ontevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden. Dit is ontstaan sinds ze niet meer onder de beta-faculteit vallen. Deze week hebben zij een petitie overhandigd aan Radboud Service-directeur Gerben Smit. Hij reageert hierop dat hij het niet snapt dat het zover hebben laten komen. Met alle goede voornemens van dit moment geeft het Radboud UMC op Facebook een tip weg. Hoogleraar Maria Hopman legt in een video uit dat het niet altijd nodig is om 10.000 stappen per dag te zetten. 30 minuten bewegen per dag is een goede eerste stap. Door elke dag een half uurtje te bewegen, verbeter je je conditie en neemt de kans op hart- en vaatziekten af. En dan sport. NEC is na het trainingskamp in Spanje weer terug in Nederland. Zondag staat de eerste competitiewedstrijd van 2024 op het programma. En dat is gelijk een lastige uit bij Feyenoord. Keeper Jasper Sillissen heeft een privé moeilijk jaar afgesloten en wil vooral vooruitkijken. Ja, was niet mijn lekkerste jaar, dus ik ben blij dat 24 begint. Laten we hopen dat we goed beginnen. Wat je zelf ook zegt, ja, er komen lastige wedstrijden aan, moeilijke periode, maar ook een hele mooie periode. Ja, blij dat 2023 erop zit. Maar als je gaat kijken naar die laatste maand, dat was wel heel fijn, hè, voor jullie. Ja, we hebben een stijgende lijn te pakken. We begonnen natuurlijk weer minder, maar daarna hebben we ons plan doorgezet. En ja, het resulteerde tot een goed gedeelte. En laten we hopen dat we er na de winter door kunnen zetten. Kijken we ook nog een klein beetje verder vooruit, want er komt weer een EK aan. Ben jij daar nog mee bezig? Nee, ik ben vooral bezig met mijn eigen niveau te halen en dan is dan een andere hoe of wat. Ja, dus het is niet zo dat je dat als doelstelling nu van daar wil ik nog best mee. Je kijkt echt gewoon naar hier. Ja, ik kijk naar hier. Maar als jij dat niveau haalt, vind je eigenlijk dat je er dan bij hoort? Ligt aan de anderen. Goed, als de andere drie het fantastisch doen, dan ben ik supporter. Dus ja, dat is aan hun. Dus ik ga vooral mijn best doen om mijn eigen niveau weer te halen. En dan hoop ik dat zij dat, en dan bedoel ik de KNVB, dat goed genoeg vinden. Op bezoek bij de huidige landskampioen. Ja, klopt. Ja, goed, ze staan er goed voor. Een goede ploeg. Dus het wordt geen makkelijke wedstrijd. Maar goed, dat is nog nooit geweest. Ja, hoe schat je Feyenoord dit jaar in? Goed, goede ploeg. Zit goed in elkaar, duidelijk. Dus ja, het zal heel lastig worden. Maar we gaan wel met heel veel vertrouwen erheen. Omdat we zelf goed geëindigd zijn. En een goed gevoel hebben op dit moment. Vandaag was een soort overgangsdag wat betreft de temperatuur. Langzaam maar zeker werd de koude lucht het land uitverdreven en lokaal kwam het kwik zo rond de 4 graden uit. Komende nacht volop bewolking en daardoor gaat het voor het eerst in dagen ook niet meer vriezen. Morgen overdag blijft het grijs, maar wel overwegend droog. Maar de graad of 5 is eigenlijk vrij normaal voor de tijd van dit jaar. Verderop in het weekend neemt de kans op wat regen weer iets toe. Na het weekend krijgen we weer met wat enkele graden vorst te maken. En misschien ligt er later in de week wel een laagje sneeuw. En tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 12 januari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. Met de vooruitblik op de wedstrijd tegen Feyenoord van aanstaande zondag. Maandag zijn we weer bij je terug. Dus voor nu een heel fijn weekend en graag tot dan.